Vorige zondag verlengde de Amerikaanse president Trump de maatregelen voor social distancing en niet-essentiële verplaatsingen tot einde april. Nochtans had hij kort daarvoor gezegd dat hij de Amerikaanse economie opnieuw wilde lanceren tegen Pasen. Wishful thinking natuurlijk, want ook in Amerika houdt het virus heel erg huis en de kans is reëel dat ook daar nog striktere maatregelen van kracht zullen worden. Intussen is het Amerikaanse congres er vorige week wel in geslaagd om een enorm noodhulppakket op touw te zetten. Het zou gaan om zo'n 2000 miljard dollar, ofwel zo'n 10% van het Amerikaanse bruto binnenlands product, meteen het grootste in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Nu, wat zit daar allemaal in? Eigenlijk zouden we het pakket kunnen opdelen in twee delen. Een eerste deel gaat naar directe en permanente steun voor gezinnen en bedrijven. Jullie hebben allicht gehoord over de checks die gaan naar Amerikaanse burgers van $1200. Weliswaar begrensd tot een zeker inkomensniveau. Daarnaast zijn er ook nog de werkloosheidstoelagen die verlengd worden voor zo'n verhoogde werkloosheidstoelagen liever, die verlengd worden voor zo'n 4 maanden. Er zijn ook nog leningen voor kleinere bedrijven die kunnen worden omgezet in subsidies als die bedrijven voldoende mensen, medewerkers aan boord houden. Er is ook nog de steun naar ziekenhuizen voor de aankoop van medisch materiaal en ook federale hulp aan het adres van de staten en lokale regeringen. Dat is een eerste deel. Een tweede deel eigenlijk bestaat uit meer tijdelijke liquiditeitssteun voor gezinnen en bedrijven. Een stuk daarvan gaat naar belastingkredieten en uitstel van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Het grootste gedeelte wordt gebruikt voor een federaal stabilisatiefonds, waarvan dan weer een klein stukje gaat naar directe hulp voor de meest getroffen sectoren, waarvan de luchtvaartmaatschappijen, die krijgen zo'n $50 miljard. Maar het overgrote deel wordt dan weer gebruikt voor de stutting van een federaal fonds, opnieuw, een special purpose vehicle, dat dan weer kan gebruikt worden door de Amerikaanse centrale bank, de Fed, om ja, nog massaler leningen te verschaffen aan het Amerikaanse bedrijfsleven. En ja, dat is wel een enorme hefboom die daar kan gecreëerd worden, tot wel $4000 miljard. En het zou de Amerikaanse centrale bank ook toelaten om rechtstreeks aankopen te doen van bedrijfspapier op de financiële markten, om toch op die manier toch die financiële markten toch nog meer tot rust te brengen. Dus allemaal zeer indrukwekkende maatregelen, ingrepen. Nu, dat zal natuurlijk niet beletten dat die Amerikaanse economie door een diep dal zal gaan in het tweede kwartaal, minstens. Het is niet ondenkbaar dat die economische activiteit in het tweede kwartaal krimpt met 20% of meer. We gaan moeten afwachten. De werkloosheidsgraad zou fors kunnen stijgen. Die gaat fors stijgen, liever. Misschien tot 15%. We moeten voorzichtig zijn met die voorlopige cijfers. Natuurlijk. Maar wat die maatregelen wel zullen doen, ze zullen al wel toch het banenverlies beperken en ze zullen ook het aantal faillissementen beperken. En het zou ook moeten helpen om het Amerikaans herstel, wanneer dat dan er komt, vermoedelijk in de tweede jaarhelft, vanaf het derde kwartaal, om dat herstel extra kracht bij te zetten. En natuurlijk, meer zou kunnen gedaan worden indien de situatie dat vereist.